Ja, ik weet nu een klein beetje spijt van gekregen, maar ja, alles voor de foto, hè. Afgelopen zomer ben ik samen met mijn team een week naar Terschelling geweest om een promotiecampagne te maken voor de nieuwe Fujifilm GFX 50S II camera. En in deze serie vlogs gaan wij jullie meenemen achter de schermen bij het maken van deze campagnevideo. We laten jullie alles zien. De verhalen, de anekdotes, de bloopers, alles. Dus heel veel kijkplezier. De volgende ochtend gingen we naar Hille toe. En Hille is echt ja, een oerjutter, zoals de meeste mensen daar op het eiland. Alleen hij zit alleen een oerjutter. Hij heeft ook gewoon van alle vondsten een museum gemaakt. Hij was ook lid van de duikvereniging en hij woonde eigenlijk in het huis ernaast. En dat andere, het museum, dat was vroeger de boerderij van zijn ouders. En het is eigenlijk een beetje begonnen toen het huis begon een beetje vol te raken. Toen had zijn vrouw gezegd van en nou een beetje wegwezen met die zooi van je. Dus toen zijn ze eigenlijk een museum begonnen. En eigenlijk alle fondsen die ze met de duikvereniging alles deden, gingen ze daar uitstallen. En het is echt een heel mooi museum geworden. Waar heel eigenlijk ja, overal wel verhalen bij had. Ik heb heel veel plezier in gehad om alle wrakken die wij bedoken hebben, om die te identificeren. We hebben ongeveer 150 verschillende wrakken opgedoken, ik. En ik denk dat we van 120 daarvan wel weten welk schip het geweest is. Toen we bij Hille aankwamen, toen vroeg hij inderdaad wie wij allemaal al geïnterviewd hadden. En dan merk je toch wel heel erg dat inderdaad iedereen op dat eiland elkaar kent. Gewoon iedereen. Dus we waren met Hille en die vroeg, jongens, wie hebben jullie al gehad? Nou ja, we hebben die gehad, we hebben zus gehad, we hebben zo gehad. En nou, we gaan straks naar Harry toe. En toen was ook, ja, welk Harry dan? Harry van de duikvereniging, Harry die, Harry de slager, Harry dat heb ik weer. En we hadden iets van, geen idee, we weten dat hij Harry heet en we weten het adres. Oh, jullie moeten naar Harry dat heb ik weer, ja. Harry dat heb ik weer noemen ze hem. Harry heeft hem de gekste dingen beleefd en dan zei hij, ja, dat heb ik weer. Met auto's in elkaar en weet ik wat allemaal. Bomen die op zijn huis vielen. Ja. Dat is echt... Harry is bijzonder. Hij was vroeger matroos bij Doeksen. 40 jaar lang matroos, is nooit hoger opgekomen. Ja. Harry. Dus daar gaan we straks heen? Oh, je hebt allemaal de karakteristieke eilanders heb je. Vlang. Ja. Ja. Tijdens het filmen in het wrakkenmuseum, waar eigenlijk alles wat daar is van hout is en van boordramen, alles wat daar wat die tentoonstelt staat achter glas. Nou is dat met filmen best wel lastig, want glas reflecteert. Dus je moest ontzettend oppassen dat je niet in iemands beeld liep per ongeluk. Niet echt in beeld, maar de reflectie daarvan. Ja, en ik had natuurlijk weer zo'n signaal rode jas aan. Dus Ashley begon erover. Ik zag je in beeld. Ik zei, hoe kan dat dan? Ik zat gewoon achter de... Ja, maar via het glas was dat. Dus ja, voortaan een donkere jas. Dat werkt veel beter. Naast dat hele natuurlijk strandjutter geweest, merk je ook, hij is ook heel erg betrokken bij het eiland en bij het museum. Want je hebt dan het vakmuseum. Maar hij doet ook heel veel bijvoorbeeld met het bunkermuseum, waar hij volgens mij vrijwilliger of eigenaar is. Ik weet niet helemaal zeker, maar... Dat... Wij noemen het een duikclub, maar het heet... Harry noemt het ook het duikhuis. Harry van Nouwhuis. Zijn broer is ook duiker. En ik begreep dat het oude reddingsbrigadehuisje was, toch? Ja, daar heeft vroeger de reddingboot gestaan. En we zijn ook nog even, was het dinsdagochtend? Even bij het bunkermuseum geweest. Gewoon even een rondje gelopen. Ja, was er niemand? Nee, waarschijnlijk heeft het gezegd dicht vanwege corona. Wat? Waarschijnlijk heeft het gezegd dicht vanwege corona. Ja, zeker. Kijk, hier. Ik zit daar ook bij. Wat me daar eigenlijk wel het meeste bij is gebleven, dat is daar in een museum is een ruimte, een kamertje, waar hij vroeger zelf is geboren. En het ontzettend leuke daarvan is, en ik denk dat voor Hille ontzettend waardevol is, dat Ferry precies op die plek foto's van hem heeft gemaakt. En iets die kant op kijken weer. Niet naar jou, hè? Niet naar mij, inderdaad. Als je iets richting het raam wil kijken, dan ga ik deze iets naar achter plaatsen. Oh, nu is de achtergrond. Het
twee tellen. Hij is ook net niet de goede op de achtergrond, denk ik, van de klop achtergrondnetjes. Het museum moet wel deze kant op. Pak hem bij het stopje eraf. Oh, daar heb je ook nog een lampje. Ja, dat is net een beetje licht in de kamer hebben. Ja. Maar ik kreeg net door die balk daar een iets te harde schaduw op de achtergrond. Dat ik denk van, dan ziet het er net niet meer natuurlijk uit. En naast dat we Hille in zijn museum gefotografeerd hebben, zijn we ook even naar het strand gegaan. Ja, een strandjutte, die moet je natuurlijk eigenlijk gewoon op het strand fotograferen. Klein stukje zich mij kan draaien. Prachtig. Dus toen door naar Harry. En Harry is echt een prachtig mooie man. Die echt gewoon gelukkig is met wat hij heeft. Hij houdt van strandjutten, het strandleven. Is 40 jaar lang matroos geweest. En dat vindt hij prachtig. En dat is mooi. En ook gewoon hoe hij bezig is. Prachtig mooie, leuke verhalen. Ook als je door zijn tuin loopt. Hij zegt ook van ja, de een vindt het rotzooi, ik vind het mooi. Maar bij iedere spijker, stukje hout, weet hij het verhaal erachter. Ik van nou, dit is een kanonskogel, die heb ik daar gevonden. Nou, dat stuk hout, dat komt dan van de lutine vandaan. Dus ieder stukje, dingetje wat hij in zijn tuin heeft, ja, daar kan hij wat bij vertellen. Dat is gewoon echt prachtig mooi om te zien. Hij heeft ook de rest van zijn huis ook allemaal dingen wat hij gevonden en opgedoken heeft. Alles met een verhaal erbij. Dat is echt gewoon ja, prachtig mooi om te zien. En heeft ook een prachtig mooi portret opgeleverd. Kijk, hier heb ik dan ook nog wel een heel bijzonder stuk. Dat is een raam van een wrak uit het schip uit 1901. En is in 1903 gezonken. En hetzelfde raam, dat zit ook in de Titanic. Die is gebouwd in 1912. En dat vind ik wel heel apart. Dus, en dat is heel beroemd geworden, het raam, wegens de duik dat ze hem vonden, het wrak Titanic. En dat die robotcamera voor dat raam zijn licht erin scheen. Heel bijzonder. Harry is zo'n, het gewoon alleen al van zijn aanzicht is dat zo'n man waar ik een zwak voor in mijn hart heb. Het, zo lief, zo'n mooie ziel. En verhalen vertellen. En hij is dus een originele jutter. Had dus prachtige stukken hout van allerlei prachtige schepen in zijn tuin staan. En daar had hij ook kunst mee gemaakt. En ja, ik was zwaar onder de indruk van al zijn verhalen. Al zijn verhalen maakten het zo mooi. Fantastisch. Geweldige man. Ook prachtige kunst trouwens. En hij kon letterlijk over elk van zo'n klein dingetje tot zo'n ding kon hij het verhaal vertellen van wat in zijn huis stond. En dat was heel gaaf. Maar iets deze kant dat die er net af kan. Iets gezicht mijn kant op draaien. En wat is je favoriete muziek? Rolling Stones. Rolling Stones, kijk. Speel je ook nog iets van gitaar of dergelijks? Nee. Dat dan niet. Oké. Nog even eentje kijken als ik van de andere kant pak. Ah, toestemming voor de badweg. Ja. Voor de Kaaphoorden. Strand. De enige strand die niet op het strand staat. De enige strand die niet op het strand staat? Nee. Blijf maar naar mij kijken met je oog. Je moet een heel klein beetje terugdraaien met je gezicht. Die kant op, tik, tik, tik. Stop maar. En nu mijn oog mijn kant op. En nu één keer rechtdoor. Rechtuit kijken. Thank you very much. Toen we naar het eiland gingen van tevoren, zaten we eigenlijk echt denken van ja, weet je, we willen eigenlijk gewoon iedere avond gewoon lekker eten, restaurantje pakken, dingetje doen. Alleen er nog niet helemaal bij nagedacht
dat we inderdaad nog in coronatijd zitten. Maar de laatste avond had toch besloten, ja, dan moet toch echt wel naar een restaurant. Goed, Ashley wilde heel graag vis eten, Jeroen wilde wat eten, ik ook. Dus wij naar een restaurant toe, alleen het was inderdaad de laatste dag. We waren gaar en klaar, een beetje om het zo te zeggen, want het is echt met de weersomstandigheden erbij. 3-4 interviews op een dag draaien en fotograferen en dan met het weer erbij is echt gewoon fysiek en mentaal heel erg zwaar. Vergis je daar niet in. Het lijkt altijd leuk en makkelijk, maar het kost echt wel energie. Het is echt wel even een uitdaging om het continu achter elkaar te doen en je wil een goede kwaliteit geven. Maar we gingen dus naar het restaurant toe. Ik was helemaal blij. Dit was een van mijn zondigingsmomentjes. We gingen vis eten. Dus ik had een trio van vis besteld. En Ferry, ja, ik zit te twijfelen tussen dat en dat. Ik heb een beetje de stelregel als ik in mijn restaurant zit. Je moet eigenlijk nooit bestellen wat je net zo goed thuis kan eten. Dus een mosselpannetje kan ik thuis heel goed maken. Een visje bakken kan ik ook goed. Biefstukje bakken kan je ook goed zelf doen. Maar een kreeft, dat heb ik nog nooit gedaan. Dus ik denk van, nou weet je wat, laat ik een keer een kreeft bestellen. Ik oké. Nou, jongen, gaan wij lekker met z'n tweeën gaan wij aan visachtigen. En de kreeft wordt opgediend. En Ferry zegt zo schuin tegen mij. Hoef even dit, je krijgt zo'n ding en dat, maar goed. Nou, dan ga ik je dit uitleggen. Deze man heeft dit beest nogmaals vermoord. Er sprongen stukken over de tafel heen. Er is een stuk tegen mijn hoofd aangekomen. Ik wou gewoon even lekker eten en dat heb ik gedaan. En ik geloof dat de rest van het team ook heeft mee kunnen eten. Echt nog steeds. Maar ook echt gewoon die stukken terugsmijten op dat bord. Het gewoon... Oh. En hier zien wij een vlogster actief. Ze probeert al 7 dagen een post online te zetten. Nee, ik verdien de titel vlogster ook eigenlijk niet. Hè? Dat is aangezien ik letterlijk echt de laatste 3 dagen niks gepost heb. Omdat mijn hoofd elke keer gaat. Hier zien wij een afvallige influencer. Correct, that's the one. Zij probeert toch nog panisch mee te doen op de laatste golf van de trends. Eén tijd always the case though. Ja, ik geloof ze is niet verslaafd, maar is toch extreem stressvol omdat het nog niet is gelukt. Correct. De internetverbinding hier helpt ook niet helemaal mee. Nee, correct. Oh, good point. Fair, ja. Oh, this is fine. That's fine. That's fine. Holy shit! Share! Look, you did things! Alleluia! Mamma missima! Oké. Nu gaat de afvallige vlogster eventjes een vlogje maken van de niet zo afvallige vlogger. De afgelopen week loop ik me al gruwelijk te irriteren. Omdat ik mijn microfoon dingetje in mijn rechterbroekzak heb zitten en daar past mijn telefoon er niet bij. Dus na bijna een week, 4 dagen, heb ik verzonnen dat je ze natuurlijk ook je andere broekzak kan doen. Nee, echt? Ja. Dat is nieuws, hè? Wauw! Ja. Dit mag in de krant, Ferry. Dus dat... Zo leer je nog wel weer eens wat. Maar ook echt letterlijk, gewoon de ene laatste dag kom je hier achter. Ik zat net op de wc en dacht, wacht even. Die kat ik ook gewoon in een andere broekzak. Ja. Ik hou van je. Je bent maar leuk. Ja. Nou, en daardoor het ruitje heen zien wij een wilde Jeroen. Hallo Jeroen. Hallo dan. Ja, heb je zin in vanavond? Ja. Ja? Absoluut. We gaan surfers bespieken. Nou nee, ze weten dat we er zijn. Dus dat is niet zo. Jeroen is niet wild. Ferry die kreeft eet. Dat is pas wild. Ja, inderdaad. Nou meer gewelddadig. Gewelddadig is dat. Bijna moorddadig. Ja. Het is dat beest niks meer zei. Maar het was niet dood. Het was gewoon verstijfd van angst. Dus. Ja, en toen vlogen er stukken door. Hij was zo bang dat hij zichzelf gewoon ingesmeerd heeft met kruidenboter. En te lang onder de zonnebank is gaan liggen. Ja, oh, de kruidenboter zit nog achter zijn oren. Ja.
We reden naar het strand en onderweg naar het strand kwamen wij langs een klein kerkje. Daar moesten we omheen. En we wisten dat vriend Michel van de VVV daar filmopnames had. En dan denk ik, jongens, die jongens weten dat toch wel, want we zaten van ja, daar wiesjes aan het werk. Dus ik zei eigenlijk heel quasi gek van nou, weet je, tuut er even Jeroen, gewoon een beetje half zijn kastje doen. En Jeroen is een beste kerel, maar hij luistert af en toe ietsjes te goed. En wat doet Jeroen, zonder erbij na te denken, toet! En kijk daar naar de verre van, ja, wanneer moest ik dat doen? En ik kijk zo naar de zijkant en ik zie die kerk en ik... Ferry, Jeroen, nee! Die opnames! Dus Michel, bij deze, vanuit de grond van mijn hart... Ik weet niet of het horen is geweest in de uitzending, maar die toeten, dat waren wij, een excuus ervoor. Anyway, af en toe zijn we gewoon 12. Dat is gewoon eigenlijk de bottom line van dit verhaal. Dit was een hele week van wij die 12 waren. Nou. Wij kwamen bij het strand aan en een hele mooie lucht... Echt schitterend. Maar ja, nog geen surfer te zien. Geen idee waar die is. Nou, dat is spannend. Ik heb ook geen nummers, ik heb even te bedenken. En ik wist dat Michel aan het opnemen was, dus ik kon Michel ook niet even bellen. Of joh, stier even zijn nummer door, dat we even weten dat we op hetzelfde strand staan, weet je wel. Maar gelukkig, we stonden even van een prachtig mooie zonsondergang te genieten. En toen kwam daar een andere Toyota aanrijden. Met daarin Jorrit de surfer. Jorrit de surfer bleek de schoonzoon van Guus te zijn. En de dochter van Guus was er ook bij en die was hoogzwanger. En terwijl Ferry en Jorrit en Jeroen bezig waren met richting het strand gaan, daar beelden van maken en ook een stuk de zee ingaan, vertrouwt de dochter van Guus mij toe. Ja, ik heb er ook wel een beetje op aangestuurd hoor, want ik heb eigenlijk helemaal geen leuke foto's van hem. En ik, oh, nou, dat is gewoon, dit is het perfecte moment. Die ga je nu krijgen. Hij zei, ja, dat vind ik heel fijn eigenlijk. Want hij kan niks anders dan altijd maar gekke bekken trekken op foto's. Vind ik zo vervelend. Dat is een mannenkwaal. Dat is gewoon... Maar die was eigenlijk gewoon... Want zij werkt bij de VVV en heeft Ferry ook aan de telefoon gehad en had een... je komt foto's maken, zeg je. Oh. Dus volgens mij heeft hij gewoon haar lam opgeofferd. Van hier, ga maar foto's maken. Heb ik eindelijk eens een keertje een leuke shot van je. En het zijn ook hele mooie foto's geworden. Dus, you're welcome. Ja, het zegt gewoon, Ferry is zo'n man die gaat voor zijn vak. En 100% voor zijn vak geeft. 110%, 120%. Af en toe 200, maar dan ligt hij daarna 2 dagen dood op bed. Dit was des te meer weer bewezen door het feit dat we begonnen op het strand met de surfer. We hadden inderdaad een mooie ondergaande zon, dus ik wou hem graag op het strand met ondergaande zon. Dus we moesten even haast naar het strand om dat bij elkaar te krijgen, want dat zonsondergangetje, dat is echt gewoon dat je denkt van... zon gaat onder, flop, en hij is weg. Of er kwam ook voor. Dus haaste dat. En ik had hem mooi op het strand gefotografeerd, flitste erbij, leuk. En Ferry had een nee. Dus ze zijn een stukje de branding ingelopen. En Ferry had nee. Ja, ik weet nu een klein beetje spijt van gekregen, maar ja, alles voor de foto, hè. En loopt verder dan zijn broek opgestroopt is met een statief met een camera en een statief met een flitser de zee in. Alles in het water neergezet en dan sta je dus vervolgens zo half te harnassen met het weiden een beetje. Met mijn hoofd stond ik de flitslamp tegen te houden dat hij niet verder mijn kant op weide, dat hij gewoon goed op Jorrit bleef staan. Het klapschermpje om, dat ik nog op het schermpje kon kijken, goed gemixt stond en zo maar te drukken en de foto maken. Maar ja, je moet alles over hebben voor de foto. Daar hebben ze prachtige foto's genomen. En tegen de tijd dat Ferry terugkwam, was zijn... Nou ja, zijn broek gewoon... Nou, volgens mij was er geen stukje van die broek meer droog, om heel eerlijk te zijn. Volgens mij was het gewoon tot op de broeksband was het gewoon doorweekt. Op het moment voor en na de shoot, hè. Voor de shoot ga je er gestrekt bij in. Na de shoot ben je van te komen, zei ik nat. Dus hij kwam een soort van houten klaas zo'n beetje zo terug uit het water lopen. Want dat is wat spijkerstof doet, dames en heren. En nadat we hem hartelijk hebben uitgelachen, had hij van Jeroen en mij de toestemming dat hij zijn broek mocht uittrekken op weg naar huis. Zodat hij in ieder geval niet in een zeiknatte broek in de auto hoefde te zitten. Dus wat zijn we toch aardige mensen, hè? Ja.
En dan zijn we het lekker teruggereden naar het huisje waar ik gelijk in de douche ben gaan. Onder de douche heb ik trouwens gelijk eerst alle spullen afspoelen. Want ja, zout water en zand en statief en zo. Niet de beste optie, niet de beste combinatie moet ik zeggen. Hij schijnt tegen zeewater te kunnen, maar toch voor zeker even afspoelen. Oh, kut! dit was niet gepland. Zelfs helemaal de pootjes uit het haar. Ja joh, moet wel. Daar staat dat is het meest vervelend daar gestaan. Ja. Oh, tussen de randjes, hè? Ook goed schoon tussen de randjes. Ja, weet je wat ik het hilarisch vind? Ja? Dat de camera nog koud was, dus mijn camera begint te beslaan. Nou, we hadden het ook allemaal koud tegen die tijd, dus we dachten, ach, we zetten de gasverwarming, open haard, dinges aan. En de mannen hebben een soort van duivelsritueel gebouwd om de gashaard. Met alle statieven uitgeklapt, zodat de statieven konden drogen. Met in het midden Ferry's broek. En het gewoon, er is een foto van. En het ziet er inderdaad enigszins uit alsof we iets heel lugubers aan het doen waren. Want de statieven zijn natuurlijk ook allemaal verschillende hoogtes. En dan lag die broek er zo tussenin. Je hebt echt een... Hebben jullie net deze man opgeofferd? Of proberen jullie nu iemand in de man te krijgen? In de broek te krijgen? Dat is een ding. Bij de gaskachel onder andere aangezeten. Wat ding, als het ding aanstaat, is het huisje gewoon een sauna geworden. Dus we hebben er heerlijk gezeten, wijntje erbij. Volgens mij hadden Jeroen en Esther nog een of andere Franse steenkaas gevonden. Worstjes erbij, sausijzenbroodjes, dingetjes. Dingetjes inladen, accu's opladen en lekker een beetje genieten. Ja, nadat de broek een tijdje voor de haard in duivelsritueel had gelegen. En Ferry voor de zoveelste keer de broek op een andere manier over de statieven heen had gehangen ook. Ferry, wat ben je aan het doen? Ja, het moet een beetje droog zijn, zo wordt hij nooit droog. Het is die van... Ferry, je realiseert je dat er een droger in die kamer staat, hè? Ja. Kom met mij mee naar de wondere wereld van huishoudelijk apparatuur. De GFX ook weer schoongemaakt. Jeroen, wat heb je gedaan met de GFX, Jeroen? Jij zei, jij moet een duurtest hebben. Dus ik heb hem even in de gootsteen met de Dubro afgesopt. Heb je ook even goed de sensor even een schuursponsje overheen gehad? Nee, ik heb de lens er ook even afgehaald. Want ja? Ik wilde zeker weten dat hij ook van binnen schoon was. Ja, en even goed met schuursponsje toch? Ja, schuursponsje. Ja. Lag nog wat in de auto. En dan heb ik hem... Of heb je een bril al gebruikt? Nee, ik had dus niks om hem te drogen. Dus nou, volgens mij kan dat geen kwaad. Maar ik heb hem dus in de magnetron even gedroogd. Er kwam een paar van die dingen af, maar kijk, hij kan gewoon weer terug in de vitrine. Niks aan de hand. Ik zou zeggen, gewoon tegen een nieuw prijs hoor. Speciale aanbieding, €8900. Weg. Ik ga het rest. Waarom is dat prilla's valtje, godverdomme. Dat was niet onder de categorie dom lullen hoor. Oh, jezus, dat is niet. Het is te lang geweest, jongens. Oh, ik lach nu om alles. Oh, wat erg. Oh, maar echt gewoon de mental picture van dat ding in de camera. En dan piep, piep, van vonk. Ja. Ja. Oh ja, nee, jij was zo boos. Jij was zo klaar met alles. En toen deed je laptop ook nog eens een keer stuk. Want volgens mij heb je het kind ook nog eens een keertje echt recht in de bek aangekeken. En toen deed het kind ook... En toen dook het zo naar onder. Maar voor de rest was het inderdaad gewoon... Ik hoorde jou de hele tijd grumbelen. En ik had gewoon een soort van halve, soort van zo'n fiep in mijn hoofd.